Dank u wel, voorzitter. Na maanden van ellende leek er een klein lichtstraaltje op Kosovo te kunnen gaan schijnen. De Europese Unie had royaal 500 miljoen euro vrijgemaakt om de Kosovaren te helpen met de wederopbouw van hun land. Ook de commissie heeft haar best gedaan. In plaats van het gebruikelijke bureaucratische verkeer tussen Brussel en de plaats van het werk, koos zij voor een decentraal agentschap dat autonoom aan de slag kon. Maar van de goede intenties van de commissie is niets terechtgekomen. Ze zijn andermaal getorpedeerd door politieke spelletjes in de Raad. Door een koehandel, want anders is het niet te noemen, tussen de Duitsers en de Grieken, is het ongelukzalige besluit gevallen dat het agentschap voor wederopbouw in Thessaloniki moest gaan werken. Voorzitter, dit leidt tot verspilling. Verspilling van geld, verspilling van mankracht, verspilling van efficiëntie. Het leidt tevens tot onbegrip in Kosovo, want uiteindelijk is het Kosovo zelf dat opgebouwd moet worden en niet Griekenland. Maar het ergste komt nog. Weet u dat een Kosovaar een visum nodig heeft om naar Griekenland te reizen? En dat hij dat visum enkel kan halen bij het Griekse consulaat in Belgrado, en dat is voor de meeste Kosovaren toch echt vijandig gebied. Dat betekent dus dat de ministers met hun besluit om dat agentschap in Thessaloniki te zetten, de mensen die zij proberen te helpen, uitsluiten van die wederopbouw. De leden van de begrotingscontrolecommissie hebben dus unaniem, dus langs alle partijen, besloten om deze gang van zaken te verwerpen. Wij eisen tevens dat er een degelijke controle komt op het agentschap. Sommige van de punten zijn al genoemd door mijn collega uit de begrotingscommissie. Verder vinden wij natuurlijk het van het hoogste belang dat OLAF de mogelijkheid krijgt om in te grijpen als er dingen misgaan. Ik kom nog even terug op de zetelkwestie en nu spreek ik ook namens mijn fractie. Mevrouw Pak heeft zich bijzonder moedig opgeworpen om de puinhoop die de Raad heeft gemaakt op te ruimen. En zij draagt een hele logische oplossing aan. Namelijk het agentschap in Pristina en dat koppelen aan het stabiliteitspact in Thessaloniki. Dat zou tevens iets van substantie geven aan al die bonte verzameling van praatclubjes die er nu zijn. Ik juich haar intenties toe, maar de vraag is natuurlijk of de Raad zich daar iets van kan aantrekken. En ik geloof dat duidelijk is gebleken gisteren dat zij niet van plan zijn op ook maar enige manier te luisteren naar wat wij willen. Daarom steun ik van harte haar voorstel om het uit te stellen en dat wij gewoon het gevecht aangaan met de Raad.